We zijn al vanaf november bezig met Vermove om haar fiets gerepareerd te krijgen. Je hebt een jaar geen gebruik van gemaakt. Dat is correct. In 3 jaar tijd ben ik dik 20 keer langs geweest bij Vermove voor reparatie van mijn fiets. Hallo. Ik weet niet zo heel goed wat ik voor je kan doen, Fons. Iedereen kan 5 à 10 minuten vrijmaken om ons te woord te staan en uitleg te geven. Vermove is een Nederlandse e-bike, ontzettend populair onder de randstedelingen. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam, de plek waar de meeste Vermoves verkocht zijn, maar ze zitten ondertussen ook in Tokio en New York. Het bedrijf wordt geleid door 2 broers, Taco en Ties, maar die zullen de laatste tijd niet goed slapen. Als je Vermove hoort, dan denk je meteen aan slechte kwaliteit fietsen, ontzettende slechte kantservice, maar dit is al maanden bekend. Alleen er is nog steeds geen oplossing. Wat speelt er toch bij Vermove? Ja, met deze vouwfiets kom je dus tegenwoordig verder dan de Vermove e-bike. Ik ga nu naar Tim, die woont in Goede Reden. Goed onthouden, Zuid-Holland. Zeg nooit tegen een inwoner van Goede Reden dat ze in een mooi dorp wonen, want officieel is het een stad. Tim is niet blij met Vermove en daar heeft hij een goede reden voor. Volgens mij is daar Tim. Tim. Hey Fons, op de fiets. Ja. Hey. Hey. Ja, ik kan wel fietsen met deze vrouwfiets. Ja, ik zie het. Kom binnen. Nou, ik zie ze al staan, joh. Ja, ik heb er maar mijn stoeltjes bij gezet. Waarom? Nou, dan kunnen we er lekker naar zitten, kunnen we er naar kijken. Want helaas is dat nu toe gebleken. Het enige wat we met deze prachtige fiets te kunnen doen. Neem plaats, er lekker naar kijken. Dat weet je niet. Ja. Maar hoeveel heb je wel niet voor betaald? Ze zijn toch zo rond de 2000 euro per stuk. En je gaat er alleen maar naar kijken? Je kan er niet op fietsen? Nee, inmiddels moet ik zeggen, zijn ze gerepareerd. Dat is afgelopen vrijdag gebeurd in Rotterdam. Dat hebben ze uitstekend verzorgd. Ja. Maar daar is een traject van een jaar aan vooraf gegaan. Je hebt een jaar geen gebruik van gemaakt? Dat is correct. Als je een kapotte Vermove hebt, kan je niet naar iedere fietsenmaker. Hallo. Even een vraag over de Vermove fiets. Ja. Als er nou error komt te staan, kunt u die repareren dan? Dan moet je echt bij hun wijzen, want hun hebben het programma. Ah. Dat is de enige wat we niet kunnen. Nee? Nee. Dan moet je echt servicepunten van Vermove zijn. Daar de gereedschap niet eens voor. Ah ja, dan moet je echt apart. Aparte gereedschappen doen. Er zijn zoveel klachten over natuurlijk. Ja, klopt. Het regent een beetje. Van, dat is gewoon niet normaal. Nee. Die mensen wachten maanden. We hebben 9 maanden moeten wachten op de fiets van mijn vriendin. En wat is er dan precies mis met deze? Achter is er zich de schakelmechaniek en de zogeheten e-shifter. Nou, die zijn inmiddels zoveel vaak kapot gegaan dat zelfs Vermove ze niet meer op voorraad heeft. Dit is de e-shifter. Ik heb ook nog een wiel voor je. Die hadden ze per ongeluk opgestuurd. In plaats van de e-shifter, daar begon het mee. En dan stuur je dus een mailtje dat ze het verkeerde opsturen. En dan kan je weer 5 weken wachten. Nou, ik ben in het epicentrum van de Vermove gebruiker, Amsterdam. Hier wonen Andy en Lou. Die hebben dus ook een Vermove. Maar die hebben ze dus een tijdje al niet kunnen gebruiken. Jij bent Andy. Hallo. Hallo. En jij bent? Hallo. Je kijkt een beetje bedroefd. Ja, mijn fiets is al maanden kapot. Dus ik moet nu zelf trappen. Jeetje kind toch, wat zwaar. Ja. Maar heb je enig idee wat de reden is? Waarom is hij kapot? Nou, eigenlijk verandert die reden de hele tijd. Vermove zegt het ene en dan weer het ander. Nou, ik weet het eigenlijk zelf niet meer. Ja. Ik weet niet. Want als ik dus in deze straat kijk. Volgens mij zijn er zo 10 Vermoves. Zijn jullie nu een beetje de armoedzaaiers van de buurt geworden, dat jullie er geen eentje hebben? Nou, dat waren we al. Maar ja, zeker. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen, enorm frustratie. Het is heel frustrerend. Ja, we zijn al vanaf november eigenlijk, bijna 7 maanden alweer, bezig met Vermove om haar fiets gerepareerd te krijgen. Ja. We zijn gewoon echt onbereikbaar. Dus ja, ik weet gewoon niet echt wat ik moet doen. Maar heb jij contact opgenomen of je vader? Allebei. Ze zijn samen gegaan. We zijn er naartoe geweest, we hebben een mailtje gestuurd, alles eigenlijk. Wil je überhaupt nog op die fiets? Ja, je gaat wel lekker hard. En het is fijn door het Vondelpark, want dan mag je niet, als je een scooter hebt, mag je niet door het Vondelpark. Maar... Hebben al je vriendinnen ook een Vermove? Een aantal. Hebben die dezelfde problemen? Ja, die hebben ook wel echt vaak.
Dan gaat wel, wel een paar keer per jaar gaat hij gewoon kapot. Ook telefonisch krijgen we klachten te horen over de VanMoof. Zoals die van Jason. Ik had een VanMoof-fiets besteld en dan versturen ze hem binnen een week. Maar na een week had ik nog niks ontvangen. Na meerdere malen contact hebben gehad met de klantenservice van VanMoof, was er gewoon de fiets kwijt. Kwijt? En werd mij verteld dat ik aangifte moest doen bij de politie, terwijl hun transporteur de fiets kwijt was. Na meerdere verzoeken hebben ze hem uiteindelijk toch gevonden. Twee weken later is die geleverd en zat er een halve fiets in. Alleen een frame met wielen. Ook klant Tristan is de klantenservice van VanMoof helemaal zat. In 3 jaar tijd ben ik dik 20 keer langs geweest bij VanMoof voor reparatie van de fiets. We hebben meerdere keren gemaild naar VanMoof met allerlei vragen, maar we kregen geen enkele reactie. Dus op de vouwfiets naar de e-bike verkopers. Hallo. Hallo. Je bent van VanMoof? Ja. Already have like an appointment? No. But 2 weeks ago we sent an email with a lot of questions and we didn't get any response. So that's the reason we are here. De medewerker probeert de directie aan de lijn te krijgen. Why not? I don't have the questions. I don't know what's needed. Uiteindelijk krijg ik het telefoonnummer van de nieuwe woordvoerder. Ik zit hier echt al 2 weken, dus ik ben sowieso niet de persoon om echt in diepte te gaan antwoorden op dingen. Mag ik het volgende voorstellen? Ja. Zou jij die vragen naar mij door? Kan ik er in ieder geval zo snel mogelijk naar kijken en ook gaan aanwijzen wie de meest geschikte persoon is om deze te beantwoorden? Een week later. Het is 's ochtends, want we zijn weer bij het hoofdkantoor van VanMoof. We hebben namelijk na lange tijd een reactie gekregen, helaas schriftelijk. Daarin laten ze weten dat ze er alles aan doen om de klachten zo snel mogelijk op te lossen. Zo hebben zij meerdere hulppunten in Nederland in de planning. Allemaal hartstikke leuk en aardig, maar in de tussentijd is er dus nog steeds vrij weinig veranderd en blijven de klachten opstapelen. Nou, alsof VanMoof me ruikt, plots word ik gebeld door de woordvoerder. Ik ben toevallig nu ook bij het hoofdkantoor bij VanMoof. Want we zijn niet blij met de schriftelijke reactie. Oké. Ik weet niet of heel veel mensen zijn daar überhaupt, Kiel. Nee. Ik weet niet zo heel goed wat ik voor je kan doen, soms. Iedereen kan, wat ik net al zei, 5 à 10 minuten vrijmaken om ons te woord te staan en uitleg te geven. En ik hoop eigenlijk dat lukt voor vandaag. Goed is het slecht nieuws. Ja, de woordvoerder zegt dat hij toch de directie bereid heeft gekregen voor de camera te verschijnen. Maar niet vandaag. Oké, we hebben dus een afspraak staan. In augustus dan spreek ik een van de broers, dus de directie van VanMoof. En dan gaan we te horen krijgen wat zij allemaal gaan doen om die klachten op te lossen.